beste kijkers, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Op Bezoek Bij. En voor deze aflevering zijn we in Harreveld op zorgboerderij De Lindeboom. Wat een zorgboerderij is, dat laten we u graag zien. Marco Immink, jij bent beheerder van het agrarisch gedeelte van zorgboerderij De Lindeboom. Wat is een zorgboerderij? Is dat een boerderij met zorgen? Een zorgboerderij is een boerderij waar mensen met een verstandelijk handicap rondlopen, zeg maar, en die daar de boerderij verzorgen. De zorg, zeg maar, die wordt verleend, zeg maar, als ondersteuning voor de mensen met een verstandelijk handicap. Ja, en hoeveel mensen gaat het in dit geval? Bij ons werken op dit moment, moet ik even denken, 19 mensen met een verstandelijk handicap. 19. En hoeveel begeleiders? Dat wisselt een beetje, zeg maar, omdat we met 3 fulltime begeleiders werken en 3 parttimers. En daarnaast zijn er nog enkele mensen met een melkertbaan en nog wat vrijwilligers. Ja, maar jullie werken ook in het weekend, want het gaat om levende haven, zoals het zo mooi heet, om varkens, om koeien, om kippen. En die moeten natuurlijk toch wel gevoerd worden. In het weekend proberen we het zoveel mogelijk met 1 man te doen. En daarnaast zijn er nog wat mensen, zeg maar, die dus hier komen werken, zeg maar, van de medewerkers. En in principe proberen we dat ook zoveel mogelijk met begeleiders en met vrijwilligers op te lossen. Jullie werken in ploegen? Wij werken in ploegen. Wij werken in 3 ploegen per dag. Dat is in zeg maar door de week van 7 tot een uur of 3. En dan van 8:30 tot 9:30 en van 10:30 tot 6:30. Marco, jullie zijn een onderdeel van Stichting De Lichtenvoorde in Lichtenvoorde. Wat is dat voor een stichting? Bij Stichting De Lichtenvoorde wonen ongeveer 250 mensen. Die wonen op verschillende locaties. Hier regionaal, zeg maar, Groenlo, Eibergen, Lichtenvoorde, Aalten. Wij werken binnen De Lichtenvoorde ongeveer met 250 personeelsleden. En binnen De Lichtenvoorde zijn 24 DVO-plaatsen, dagverblijfplaatsen. En van die 24 plaatsen zijn dus 14 plaatsen hier op De Lindeboom. Ja, maar dat kunnen dus in principe mensen zijn die echt wonen op een andere locatie van De Lichtenvoorde. Absoluut. En wij hebben ook wat mensen die gewoon nog in een thuissituatie wonen. Dus wat dat betreft maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. De mensen, wij vragen, zeg maar, van wat mensen hier willen komen doen. En of ze dan nou thuis wonen of binnen De Lichtenvoorde, dat maakt voor ons niet uit. Nee. Die mensen die jullie dus overdag over de vloer hebben, die worden hier begeleid. Jij zet ze aan het werk. Je begint 's morgens met een bak koffie en dan worden de taken verdeeld. Iedereen krijgt elke dag weer wat anders te doen. Het zijn mensen die een uitkering hebben, maar jullie bijvoorbeeld, moeten jullie jezelf bedruipen als boerderij? Wij beginnen 's morgens niet met een bak koffie, wij beginnen met melken. Maar goed, daarna drinken we inderdaad een bak koffie. En de boerderij als zodanig moet zich dus zelf bedruipen. En wij hebben dus het grote geluk dat er een heel aantal sponsoren ons helpen. En onze salarissen, die worden dus uit de AWBZ-pad betaald. Zeg maar, dus die hoeven dus niet uit de boerderij te komen. Maar voor de rest moet dus zelfstandig draaien. Ruud Hulshoff, wat bij een ander woensdag gehaktdag is bij jullie woensdag kaasdag. Op woensdag wordt er kaas gemaakt op zorgboerderij De Lindeboom. Dat klopt, hè? Afhankelijk van wanneer de melk, zeg maar, naar de fabriek gaat, daarna maken we kaas. Dan is de tank leeg, zeg maar, en de melk die wij gebruiken mag niet ouder zijn dan 3 melkmalen. Dus 1,5 dag, zeg maar. Ja. Hoe gaat het kaas maken in zijn werk? We beginnen 's morgens om 7:15. En dan maken we eerst alles schoon. Alle roestvrij staal wordt helemaal schoongemaakt en ontsmet. We vullen de kaastobben vol met melk. We zetten de roerinrichting aan en de temperatuur wordt tot zo'n 25, zeg maar, wordt die opgevoerd. Dan gaat er salpeter chlorcalcium bij in. Dan verwarmt nog door tot 29 graden. Dan gaat er stremsel bij in. Dan zetten we alles uit en dan moet hij ongeveer 1/2 uur tot 3 kwartier moet hij rusten.
En dan stremt de melk, zeg maar. Dus dan tikt hij in, als het ware. Flessen wassen. Flessen wassen. Ja. En wat voor flessen bunt dat? Voor het ket afhaal van de flessen. Ja, en wat komt er in die flessen te zitten zomerin? Chocoladevla, vanillevla, yoghurt. Ja. Leuk werk om te doen? Ja, karamelk. Karamelk ook? Ja. Ja. En hoe vaak in de weken doe je dat? Elke dag? Ja. 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 Dat is uw werk hier. Ja. Ja. Leuk werk? Ja. Rudy, wat ben je aan het doen? Kanaak in het kan doen. Zeg het nog eens. We gaan dan met kanaak in de kan. Kannemelk in een krat aan het doen? Ja. Ja. En? Doe je dat elke dag? Elke dag. Elke dag? Ja, de andere keer kun je de vla maken. Ja. En hiernaast kun je maar kaas maken. Hiernaast wordt de kannemelk gemaakt? Hiernaast wordt kaas gemaakt. Wordt kaas gemaakt? Ja. Ja. En hoeveel flessen karamelk moet je volmaken elke dag? Helemaal vol. Ja? Hoeveel flessen? Niet precies. Dat weet je niet precies? Maar je bent er de hele morgen druk mee? Ja, ik ben er heel erg druk mee. Ja. Oké, succes. Ja, dankjewel. Herman, we staan hier in de winkel van zorgboerderij De Lindeboom. Wat verkopen jullie zoal? Wij verkopen dan een vla. Het is gisteren gemaakt, chocoladevla en vanillevla. En dat maken we dus ook zelf. En de boerenkaas maken we ook zelf. En wat we nu aan het doen zijn, dat is karamelk in de fles doen en stickeren. En dat kopen we in van Peter Wening. Uit Siewen, Lievelde. Ja. En dat verkopen we dan hier ook weer in de winkel. Jullie kopen dat in bulk. Ja. Jullie verpakken het zelf in flessen. Mm-hmm. En vervolgens zorgen jullie dat het bij jullie afnemers komt. Ja, ja. Mensen kopen het hier in de winkel of we brengen het hun. Wij leveren ook aan de kaaswinkel in Varsseveld, kaaswinkel in Winterswijk. Die verkopen dus onze producten weer. En dan gaat het zowel om de karamelk, maar vooral natuurlijk ook om de vla. Ja. Als we praten over vla, heb je enig idee over hoeveel flessen, over hoeveel liters we praten per week? Een momentje. De vanillevla en de chocoladevla, dat komt nog ongeveer op 100 liter neer. En dan de karnemelk, 85 zie ik staan. Yoghurt 35. Ja, dus alles bij elkaar toch meerdere honderden liters in elk geval. Ja, ja, ja. Ja. Nou verkopen jullie hier, als ik om me heen kijk, niet alleen kaas en karnemelk, maar ook ik zie jam, ik zie honing, ik zie eieren. Ja, ja, nou de eieren die zijn dan ook van de eigen kippen. Maar de jam en de bosbesproducten die komen weer van een bedrijf hier in de buurt. Ik vraag me even niet hoe dat bedrijf heet. Maar daar kopen we dan ook weer in en wij verkopen het hier weer in het winkeltje. Ja, jullie verkopen het in het winkeltje, maar jullie venten ook uit, dacht ik. Ja, met bakfietsen. Dat klopt. Dat is eigenlijk van begin af aan dat begonnen met een transportfiets. Dat is zo'n oude fiets met zo'n dragetje ervoor op, met zo'n klapmandje. En dan begon het met een paar liter vla en een paar kilootjes kaas en een paar doosjes eieren. En nu hebben we eigenlijk twee bakfietsen.
In Bakfiet staat in Lichtenvoorde, daar zit ook een koeling bij op. En dat is met name in de zomer moet dat gewoon, omdat het anders de temperatuur niet goed blijft. En nu van hier hebben we dan ook een bakfiets waarmee we dus de kaas en de eieren in vervoeren. Maar dat is dus een niet gekoelde bakfiets, maar dat kan dan. En jullie venten dat uit bij wekelijks bij vaste klanten? Ja, ja. Henry Willemsen, je werkt hier op Willems. Je werkt hier op zorgboerderij De Lindeboom. Hoe lang doe je dat al? 5 jaar ongeveer. 5 jaar. En wat moet je allemaal doen hier? Meestal ben ik bij de koeien hier. Meestal verzorg ik hier de koeien. Ja, die voer je? Ja. Ook melken? Nee, dat doe ik niet. Dat doe je niet. Alleen zorgen dat ze genoeg te eten hebben. En als je voer goed voer hebt, want anders kunt ze in de bier. Ja, nee, dat moet natuurlijk niet. Dat moet je niet hebben. Wat krijg je te eten? Pestvoer en mais. En zeg het nog eens. Pestvoer. Ja. Gewoon kuilvoer en mais. En mais. En de kleintjes krijgen een beetje... De kleintjes en de jongveren krijgen een beetje strobie. Ja, ja. En jullie hebben melkkoeien. En ook kalfjes, hè? Ja, de meeste, ja. We hebben nu 16 koeien en het benodigde jongvee hebben we erbij. Dus. En van die 16 koeien, dat zijn alle 16 die melk geeft? Ja, op het moment wel. Dus daar ben je er ook met? Ja. Een mooi werk toch? Ja, zeker, is een mooi werk. Dit is nou wat ouder, hè? Wanneer ben je geboren? 4 november, december zo'n beetje. November, december van het vorig jaar? Ja. Ja. Dus je bent een paar maanden of. Maar ben je daar ook vaarskalven? Ja, ben ik vaarskalven. Ah, die gaan mensen, stiekalven gaan met een wekker meestal weg. Dus, die hollen je niet? Die hollen we niet. Nee, want jullie hebben ze echt voor de melk zometeen. Ja. Met mooie beestjes, Henry. Ja, maar ik vind den mooier dan den. Waarom? Den is dikker. Ja, drum. Dat moet niet. Moet dat niet? Moet langer. Den is langer, groter. Denk op ieder geval over een betere molder als denne. Dus ja. Ja, dus, ik bedoel, je moet grote, mooie grote beestjes. Mooi groot worden, niet in... Maar ze groeien toch allebei er wel? Ja, wel, maar de ene blijft toch wat kleiner. Ja, is dat zo? Ja, dan kun je de mond ook weer zien, die blijft een heel stuk kleiner. Ja.
Robert, hoeveel kippen heb je? Weet ik niet, 20? Of meer? 20? Nee, veel meer. Ik weet niet hoeveel kip. Weet je, heb je ze nooit geteld? Nee. En hoeveel eieren heb je dan daags? 100 eieren. 100 eieren? Of meer? Of, 100, of 120? Ben je dan heel dag druk met de kippen of doe je ook nog wat anders? Ook andere dingen. Wat dan? Met de koeien en varkens. Die verzorg je ook? Ook. Ja. En wat doe je met de eieren die je hier uit het nesten haalt? Wordt die verkocht? Die wordt verkocht. Ja. Aan wie? Aan klanten. Allemaal aan klanten? Ja. Ja. Haal de eieren er maar uit. Robert, moet je nu ook nog tellen hoeveel eieren of je eruit haalt? Nou, ook, moet je ook tellen. Moet je ze ook tellen? Ja, en opgeven. Ja, ja. En hoeveel haal je eruit? Hoeveel heb je eruit gehaald? Vandaag? Ja. 100. 100? Nou wel. Ja. En dat is elke dag hetzelfde? Nou, ook anders. Ja? Ja. Wat is meer? Nou, ook wel meer. Ja, ja. Harry, wat gebeurt er nou eigenlijk met de kippen als ze niet meer ligt? Dat ze niet meer ligt? Dat was, was een slecht kip verkocht. Wat verkocht als mensen kippen komen en slechten. Ja, en dan was ze in de soep. In de soep, ja. Ja. Mooi. Ja. Maar dan heeft ze zo lang overpast en zo lang de eieren overraap. Vind je het dan niet erg dat ze slecht wordt? Ja, dat vind je erg, ja. Heel lang voor gezorgd en slechten. Ja. Ja, ja, ja. En dan komt er weer nieuw. Ja, dan komt er nieuw. Ja, ja. Ja. Kuggetjes? Nee, kuggetjes niet. Van, ja, van grote kippen. Ja, ja, je krijgt meteen weer kippen die al aan de leg zijn. Ja, ja, die gelegd zijn, ja. Hoe oud bent deze kippen, Harry? Oud. Oh, even denk. Maar... Ja, zeker wel oud. 5, 6 jaar. Zo oud wel? Ja? Ja. Zeg, en het schoonmaken hier van het hok, wie doet dat? Doe je dat? Ja, 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 iedereen doet dat die in haar komt. Ja, ja, ja. Ja, jullie doen altijd alles, hè? Ja, ja. Overal waar gewerkt moet worden door BB. Ja, ja. Vind je het leukste werk? Niks meer. Ik doe van allerlei wagen. Ik doe zaken voor aanzoek. Leuk vind ik de kippen. Toch wel de kippen? Kippen, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is goed. Ja. Aan de kant. Nou, hey, je kan niet vliegen. Robert, je vertelde net dat kippen niet vliegen kunt. Hoe komt dat dan? De vleugels ben daar verknipt. Je hebt de vleugels afgeknipt? Ja. En dan kunnen ze niet weg? Nee, dan kunnen ze niet weg. Maar ze kunnen er wel uitlopen toch? Wel uitlopen. Dan moet je ze weer vangen. Dan moet je ze vangen.
In principe zeg maar, is het zo dat we hier zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen proberen te treffen. Dat betekent ook dat je als bezoeker, zeg maar, wil je de stallen in, dan moet je dus echt bedrijfskleding aan. En in principe is het ja, net als mononucleose, wordt door de lucht verspreid, dus daar kun je bijna niet voor indekken. En ja, dat overkomt je. Daar kun je dus eigenlijk kun je daar niks aan doen. Nee, als het je deur voorbij gaat, heb je gewoon geluk gehad. Nou, in die gevallen wel, ja. Ja. Heb jij zelf trouwens een agrarische achtergrond? Ik heb in zoverre een agrarische achtergrond dat ik kom zelf niet van een boerderij. Maar ik heb wel altijd bij boeren gewerkt. En ik heb zelf, moet ik even denken, een agrarische opleiding. En ik heb 9,5 jaar bij de bedrijfsverzorging gewerkt. Zeg maar, dan ging ik naar zieke boeren of boeren die op vakantie gingen. Ja, dus je kent eigenlijk het hele boerenwerk. Je bent allround wat dat betreft. Ja, ik denk dat ik me wat dat betreft in alle takken behoorlijk goed kan redden. Ja. Wat is nou eigenlijk, hoe komen mensen hier terecht? Want het zijn allemaal verstandelijk gehandicapten. Nou, de een komt op een sociale werkplaats terecht, zet zonnebanken in elkaar om maar wat te noemen. En de ander komt hier bij jou op de boerderij terecht. Kunnen mensen daar zelf hun voorkeur voor uitspreken? Hoe werkt dat? Mensen kunnen absoluut hun voorkeur voor uitspreken. En dat vind ik ook het mooie van deze tijd, zeg maar, dat vroeger werden mensen geplaatst. Tegenwoordig is het zo dat wij op het moment dat we een open plek hebben, dat we dus echt zeggen van, nou luister, die en die werkzaamheden hebben wij. Dat wordt bij ons op het zorgloket wordt dat gemeld. En die mensen gaan er dus iemand bij zoeken. Er is een wachtlijst en op die wachtlijst staan mensen en misschien willen die wel bij ons werken. Dan komt er een soort sollicitatiegesprek. En dan gaan we gewoon kijken van of die persoon bij ons past en bij onze werkzaamheden. En motivatie is daarbij belangrijker dan dat je de hele boerderij al kent. Ja. Nou is het zo, als je gewoon normaal gesproken bij een baas werkt, dan stop je met 65, want dan krijg je AOW. Hier heb je mensen lopen die ouder zijn dan 65. Ja, op dit moment hebben we een aantal mensen die dus ouder zijn dan 65. In principe moeten er ook niet te veel zijn, zeg maar. Het moet wel een logische opbouw zijn. Want bij ons, de jongste die is op dit moment, ik dacht, iets van 17 of 18. En de oudste dus 68. Maar het is dus niet zo dat op het moment dat iemand 65 wordt, dat wij de deur dicht trekken. Als mensen dan daarna nog enkele dagdelen willen blijven werken, dan willen wij daar graag voor openstaan. Biggetjes. Een aantal keren per jaar is er een zeug die, we hebben er ook gezien, die biggetjes heeft, die worden vervolgens verkocht. Varkens die niet gelijk al verkocht worden, die worden gevoerd totdat ze rijp zijn voor de slacht. Dus dat brengt ook het nodige op. Jullie leveren melkproducten. Vertel daar eens over. In principe is het zo dat wij, zeg maar, qua varkens zijn we een gesloten bedrijf. Wij verkopen dus geen biggen. Alle biggen worden hier daadwerkelijk opgefokt totdat ze slachtrijp zijn. En in principe zeg maar, de laatste jaren heeft dat eigenlijk haast geld gekost. Op dit moment gaat het allemaal wat beter in de varkenssector. Dus we zijn daar wat dat betreft ook heel blij mee. Jij bent begeleidster, mag jij zeggen, hè? Ja, jij bent begeleidster hier op de Lindeboom, waar je voor zorgt? Nee, we werken hier eigenlijk allemaal overal. Dus en bij de koeien en bij de varkens. Ja, we staan hier in de varkensstal. Ja. We hebben net twee zeugen gezien met biggetjes. Er zijn er nog twee die in verwachting zijn, hè? Dus ja. Binnen nu en een bepaalde tijd? Ja, binnen 14 dagen, dan komt de volgende alweer. Ja.
Het gaat steeds zo door? Het gaat steeds zo door, want die oudste biggen die dus nu nog bij de moeder liggen, die worden morgen gespeend, heet dat. Dan worden ze dus bij de zeug weggehaald. En dan wordt die zeug ook alweer binnen een week weer geïnsemineerd. Dus eigenlijk, ik denk met een maand of vier dat ze eigenlijk alweer weer biggen krijgen. Weer een nieuwe big hebben? Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan krijgt een zeug zo gemiddeld 3 keer per jaar biggetjes. Ja, dat klopt. Dat gaat altijd maar door. Ja. 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 We staan hier bij een hok met varkens. Je hebt verteld, die gaan van de week voor het grootste gedeelte de deur uit. Ja, dat klopt. Deze zijn, ik denk, een maand of 3. En dan zitten ze zo'n beetje aan het gewicht. Om te worden verkocht en geslacht. Ja, dan gaan ze dus, worden ze opgehaald. Ja, en wij zijn natuurlijk een heel klein bedrijf. Dus we proberen toch altijd een aantal tegelijk weg te kunnen laten gaan. Ja. Het is niet zo dat jullie alle varkens, vrouwtjesvarkens, om het zomaar even te zeggen, dat jullie die houden. Nee hoor, nee, nee. Jurgen, wie stoort hier bij een zeug met 8 biggetjes? Ja. Hoe heet de zeug? Mireille. Mireille, hè? Ja. Ja. En die 8 biggetjes, wanneer ben je geboren? Vorige week. Vorige week. Vorige week. Het is vandaag woensdag. Ze zijn 5 dagen, hè? Ja, 5 dagen. Ja, dus even terugrekenen. Vrijdag vorige week, zaterdag. Zaterdag ongeveer, ja. Zaterdag? Ja. Ja. En hoe lang blijven ze bij de moeder? Als ze groot genoeg zijn, die biggen. Dan gaan ze weg. Naar een andere stal. Ja. Ja. Nou hebben jullie nog een moeder met biggen, hè? Maar die zijn al wat groter. Ja, die zijn wel groter. Wanneer zijn die geboren? Hoe oud zijn die? Die zijn wel eerder geboren. Ja, daarom zijn ze groter. Maar hoe oud zijn ze? 10 maanden of zo. 3 weken. 3 weken? Ja. En jij verzorgt ze? Ik verzorg ze ook wel eens, ja, de varkens. Ja. Ja, je geeft ze voer? Ik verzorg ook wel de koeien en kippen. En... Ja, je doet alles. Ik doe alles wat er maar te doen valt, doe jij. Ik doe ook wel alles. Ja, wat vind je het leukst? Bij de koeien. Bij de koeien vind je het leukst? Ja. Ja. Mark, probeer het eens hier te pakken. Marie, je bent de tofel aan het dekken. Ja. Straks komt ze eten. Ja. Hoeveel? Hè? Ik werk zo niet. Je weet niet hoeveel mensen? Nee. Nee. Maar ze komt altijd tussen de middag hier brood eten? Ja. Of s'avonds ook nog warm eten? Nee, s'avonds niet. Half hier voor godsnieuws. Ja. Hoe lang werk je hier al? Ik werk nog s'morgens met halve dagen. Met halve dagen? Ja. Dus je kunt zo meteen naar huis? Ja. Waar woon je? Ik woon hier. Je woont hier op de boerderij? Ja. Oh, dus je hebt werk vlakbij? Ja, ik heb vandaag vlakbij. Ja. Ja. En hoeveel jaar woon je hier al? Oh, ik heb 17 jaar op Spakburg gezet. Oh, ja. En 5 jaar zit ik hier. 5 jaar? Ja. Aha, en bevalt het goed? Ja. 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 Nou, ik zal u niet langer ophouden. Gewoon gauw deur, want anders dan komt ze straks. En dan is er nog niks te eten. Succes ermee. Ja. Jullie venten met jullie zuivelproducten. We hebben dat gefilmd, we zijn erbij geweest. Vertel daar eens over. Het is dus zo dat 1 keer per week dat er een groep mensen zeg maar licht ervoor in gaat om daar producten rond te brengen. In principe is het dat eigenlijk zo dat ze dat gewoon zelfstandig doen. Ze gaan 's morgens weg met de producten en met de bestellijsten. En komen 's avonds, als het goed is, met de beurs terug. En dan wordt er ook gewoon afgerekend. Zo van, nou, zoveel producten zijn er verkocht, dus zoveel geld moet je bij hebben. En dat kunnen die mensen? De mensen die wij daarvoor hebben, die kunnen dat. En die worden daardoor ons ook ondersteund. Zit
Want... Dankjewel, Robert. Zit een jongen in de pest. Je hebt daar straks verteld dat er een wachtlijst is. Het zou kunnen zijn dat je zegt, nou, we hebben op maandag en op woensdag en op vrijdag hebben we een bepaalde groep van mensen. En op de andere dagen, op de dinsdag en op de donderdag en op de zaterdag, hebben we weer een andere groep van mensen. Dat is niet zo. Dat is op dit moment nog niet zo. Zeg maar de mensen, wij hebben 14 plekken. Die worden op dit moment al opgevuld door 19 mensen. Dat heeft te maken met dat een aantal mensen gewoon als part-timer hier werken. Dus wat dat betreft zitten we eigenlijk al behoorlijk vol. Ja, nog eens even over de producten die jullie hebben en de beesten die jullie hebben. De varkens, de koeien, de kippen. Ik ken nog een zorgboerderij, maar die hebben eigenlijk, die geven hun mensen, de mensen die daar werken, heel wat anders te doen. Die is veel meer op landbouw gericht. Kunnen jullie dat zelf bepalen? In principe is het zo dat destijds door het bestuur is gekozen, zeg maar, dat deze vorm van boeren gehanteerd werd. De vorm is dus, zeg maar, een kleinschalige boerderij met in ieder geval een zuivelpoor. En de boerderij, zeg maar, dat betekent dus dat daar koeien en varkens en kippen zijn. En de zuivelpoor die moet voldoende draaien. Ja, het lijkt me eerlijk gezegd ook voor mensen die hier werken leuker om met beesten om te gaan dan om alleen maar plantjes te verspenen of graan te oogsten, om maar wat te noemen. Nou goed, daar kun je eigenlijk van tevoren niet beoordelen, omdat ik vind het toevallig leuk om met koeien te werken, maar een ander vindt het misschien prachtig om graan te oogsten of om plantjes te spenen.
dat is voor iedereen is dat verschillend. Ja. Marco, bedankt. Cameraman Harry Langeberg en ik, mijn naam is Jan Biernik. We hebben hier 2 dagen rondgelopen en ik moet zeggen, we hebben ons kostelijk vermaakt. Bedankt dat je ons de gelegenheid hebt geboden. Jullie bedankt voor de belangstelling. Graag gedaan.